Hi, super tof dat je weer kijkt. En bedankt voor alle lieve leuke reacties op ons eerste filmpje. Vandaag gaan we behandelen het volgende onderwerp. Hoe kleed ik me slank? Het komt vast wel eens voor dat iemand op een dag tegen je zegt... Hey, ben jij aangekomen? Maar misschien een dag later zegt iemand weer... Hey, ben jij zo afgevallen? Dan heb je waarschijnlijk die twee dagen niet hetzelfde kledingstuk aangehad. Het is namelijk zo dat kleding... veel meer voor je kunt doen dan jij denkt. Ga dus bij het kopen van jouw kleding niet alleen ervan uit of je het leuk vindt of dat het in de mode is, maar kijk ook wat voor effect het heeft op jouw lichaam. Kleedt het je slanker? Kleedt het mooi af? Er zijn zo dus heel veel regeltjes die jou kunnen helpen om slankermakend kledingstuk te kiezen. En die gaan we nu voor jou even behandelen. Draag niet te strakke kleding. Te strakke kleding moet je vermijden, want deze accentueert juist het vetrolletje die je niet wil laten zien. Bijvoorbeeld een te strakke broek, een te strakke rok, een te strakke shirt, top, alles. Alles wat te strak is, niet doen, hoe leuk je het ook vindt. En ook dingen die je al in je kast hebt liggen waarvan je zegt, die is eigenlijk nu te klein geworden... Leg het desnoods terug voor de dagen dat je weer bent afgevallen of er weer wel mooi slank in lijkt, maar ga het niet dragen. Naast dat dus de strakke kleding uit en boos is, is het ook niet echt heel erg slim om te wijde kleding te kiezen. Je lichaam verhult niks in te grote fladderige wijde kleding. Het is juist belangrijk om je mooie silhouet te laten zien, je goede punten te accentueren en in grote wijde fladderige dingen gaat hem dat niet worden. Ik merk dat vaak de grote matencollectie, om ze zo even te noemen, vaak heel erg recht toe recht aan wijd zijn. Maar ook al heb je een maatje meer, laat je mooie punten zien en ga niet alles lopen verstoppen in te wijde kleding, want dit flatteert je lichaam niet. En... je kan er dus veel beter uitzien. Kies zorgvuldig je maat. Ga niet blind uit op je maat bijvoorbeeld 38 die je altijd hebt. Maar probeer ook eens een andere maat. Ga bijvoorbeeld voor maat 40 in dat ene topje. Neem ze allebei mee naar de paskamer en je zult zien dat soms een maat 40 jou beter doet stralen dan de maat 38. Het is namelijk zo dat per stof, per merk, per kledingstuk er zoveel verschil zit. En dan gaat het niet om het nummertje wat erin staat. Het gaat erom wat bij jou het beste staat. Eigenlijk iets wat we allemaal wel weten. Zwart kleedt af. Draag dus zwart. Maar niet alleen zwart. Ook donkerblauw, donkergroen. In principe alle donkere kleuren kleden af. En wanneer je bijvoorbeeld voor een zwarte broek en een zwarte top kiest... ga je helemaal voor het ultieme slanke effect. Kies slanke materialen. Sommige materialen zijn zo dik, bijvoorbeeld ribfluweel, dat deze stof jou ook weer dikker maakt. Wanneer jij een mooie slanke stof kiest, een lichte stof, zal die soepeler om je lichaam vallen en jouw lichaam ook weer slanker doen lijken. Kies verticale strepen. Op dit moment zie je in de winkel veel streepjes. Kies dan voor een verticale streep, want deze creëert gelijk lengte. En wanneer jij lengte creëert, lijk je ook slanker. Ga je voor een horizontale streep, zoals ik nu aan heb, zal die jou breder doen lijken. Het is ook zo dat wanneer jij bijvoorbeeld een lange ketting draagt, deze lengte creëert en dus slanker laat lijken. En ook een V-hals in plaats van een ronde hals. Dus zodra jij lengte creëert... ga jij ook er slanker uitzien. Speel met lengtes. Hiervoor zei ik eigenlijk al dat wanneer jij er langer uitziet, je ook slanker lijkt. Dus ook met je kleding qua lengtes. Kies jij bijvoorbeeld een langere broek die net op je hak hangt, lijkt jij langer dan wanneer jij een enkel model kiest. Deze maakt jou korter en is breder. Of bijvoorbeeld in je taille, wanneer jij een hoge taillebroek aandoet, die je gelukkig op dit moment heel veel ziet, lijken je benen langer, dus slanker. En daarentegen is bijvoorbeeld een heupmodel niet echt flatterend. Dus speel met lengtes, ga vooral voor lang, slank. Hakken. Eigenlijk zeggen ze allemaal, een vrouw met hakken is altijd mooi. Je ziet aan de houding van de dame dat het er al veel beter uitziet. Maar hakken creëren dus ook weer die lengte.
En dus weer een slanker effect. Dus kies jij voor een mooie lange broek met mooie pumps eronder met een goede hak. Ben jij een paar centimeter langer en dus ook weer een stuk slanker. Misschien wel gelijk het belangrijkste punt en het grootste geheim. Ken je eigen zwaktepunten. Maar ook je pluspunten. Wanneer jij weet wat jouw goede en slechte punten zijn, weet jij precies wat je moet verbergen of juist moet laten zien. Heb jij een mooie slanke taille? Kies dan dus kleding die in jouw taille wat slanker zijn. En wanneer jij bijvoorbeeld brede heupen hebt, kies hem daar wat losser. Zo creëer jij op het juiste punt een mooi slank effect, waardoor je eigenlijk in zijn geheel slanker lijkt. Dus eigenlijk kortom, zodra jij zelf weet welke punten voor jou op breedste zijn en jij weet deze te camoufleren, lijkt jij in zijn geheel slanker. En tot slot wil ik jullie zeggen, kies vooral de kleding waar jij het lekkerst in voelt. De mode, de trends, allemaal super leuk, maar het belangrijkste is, wat doet het voor jouw lichaam? Is een bepaalde trend super hot? Vind jij hem heel erg gaaf, maar doet hij bij jouw lichaam echt helemaal niets? Laat hem dan lekker hangen en kies voor iets anders waar jouw lichaam er het beste in uit doet komen. Want het is zo, wanneer jij je kleedt waarin jij lekker in voelt, straal jij en kan jij de dag er komen. Dit was die weer. Super tof dat jullie weer keken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Als jullie hem leuk vinden, duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal, zodat wij jullie iedere keer op de hoogte kunnen houden van de nieuwe vlog. Want er zijn nog genoeg onderwerpen met tips om jullie te vertellen. Dit was die. Doeg!